Live. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond en welkom bij wedstrijd 3 van week 5 van de Dutch Darts Quarantaine League. Ja, en toch wel een krakertje onder in de league. Beide mannen hebben de punten hard nodig. Arjen Konteman tegen Vincent Kamphuis. En Konteman mag beginnen met boelen. Oké. 25. Zie wat Kamphuis gaat doen. Boelzaar. En dan mag Kamphuis beginnen. Dames en heren, een mooie wedstrijd hier hoor. Vincent Kamphuis tegen Arjen Konteman. Konteman die vaak tot 4-4 komt, maar dan toch verliest. Vandaag vroeg begonnen met ingooien. Ik heb zelf nog even met hem ingegooid. 45. Het niveau was wel aanwezig hoor. Veel 15 darters gezien. Als hij dat hier ook op het bord kan brengen, dan gaat het goed komen vanavond. Ja, een beetje de wisselvallige Kamphuis hier in deze Dutch Darts Quarantaine. League week 1 was uitstekend en daarna toch teruggezakt. Weinig punten meer gepakt, zelfs 100. Geen punten meer gepakt. En vanavond is het wel een beetje erop of eronder hoor. Er staat nu laatste. Dat is eigenlijk niet de plek waar een extra hoekertoude thuis hoort. 41. Maar ja, met dit soort beurten is het ook wel een beetje wankelig. 140. De fluit van Konteman eraf, hopelijk niet onder de bank. 57. Kamphuis die nog even in moet komen. Konteman die los is hoor. In een trippeltje erin. 134. Ja, goede wedstrijdbeurt hoor, die van Konteman. Ik zie de hele dag al sterk in. Een Kamphuis. 180 hier, komt ie. 138. Geen 180 gaat hem wel wegzetten op 108 eerst. Dat is de enkele boel. Gaan we naar de 17 en gaan we naar tops. 42. Maar mist. Een Kamphuis op 108. Om een break te pakken. Nee, dat is eigenlijk zelfs nog te houden. Check in 3. En die gooit hij uit. 108 via de boel. Triple 18, enkele 4. En boel. Om zijn eigen lek te houden. Nou, weer een matig begin van Konteman. Dat hebben we wel vaker gezien de laatste weken. Terwijl bij Kamphuis de eerste triple er goed in zit. 140. En dan start Kamphuis toch veel sneller hoor. Lek van Konteman. 100. Kamphuis weer meteen, die eerste zit goed hoor. 83. Deze zit goed, profiteert niet optimaal. Er komt hem alweer iets terugkomen, is eigenlijk. 96. Kamphuis die nog niet gaan wegzetten. 79. En dat kan Konteman wel. Gaat Konteman een kans krijgen? Nee, Konteman kan het niet. 60. Kamphuis zet hem wel weg en Konteman toch gaat nu pas goed wegzetten. 98. Maar één trippeltje gegooid en dan Kamphuis voor 158. Gaat hem niet uitgooien, gaat hem zelfs nog slecht wegzetten ook. 38. Slechte beurtje van Kamphuis en dan Konteman voor 68. Dubbel 4. Check in 2. En die gooit hij uit. En dan staat het 1-1. Maar hij is een beetje een gelijkopgaande wedstrijd. Bij de mannen missen wel veel trippels hoor. 100. Steady begin hier voor Kamphuis. Kan Konteman meteen eroverheen. Moet er nu wel een trippeltje bij. 100. Gaan gelijk op. 44. Echt de put van Kamphuis. Ik kan Konteman nu meteen profiteren. 119. 135. De put van Kamphuis nu. En
die 44 was niet goed. Slordige pijl van Kontelman, die eerste. 119. Zit goed op met twee triple 19's. Kampas die hem niet wegzetten, kon hem alweer de tijd om hem weg te zetten. Doe dat ook slordig. 78. Slordig op een bijna maar deze lek weer. Kampas heeft wel een triple nodig. 100. Wordt een bel. Dan eerst komt er wel 85. Triple 15 gaat mis. Doelzaai. 43. Ook. En dan Kampas op 84. Triple 20, dubbel 12. Bullseye. En die mist hij dit keer. 48. Terwijl hij de vorige keer wel erin ging, dan komt hij maar op 42. Gaat naar dubbel 18. Gaat naar dubbel 9. 24. Mist hij weer twee keer. En dan kan hij weer altijd om 2-1 te maken en zijn eigen lek te houden. Gaat naar dubbel 16 toe. Check in 2. En die gooit hij uit. En dan, mis komt er maar toch wel twee pijlen. Misschien wel hele belangrijke pijlen. Om Kamphuis te breken. 60. Honderd. Kamphuis begint weer beter. Ja, beide mannen bungelen een beetje. 81. Bij een overwinning zullen ze kruipen naar plek 5 in de league. Met uitzicht op de playoffs. De verliezer die gaat het nog heel zwaar krijgen. Het is niet onmogelijk. Maar het wordt wel heel erg moeilijk om dan nog de playoffs te halen. 122. Goeie keuze van Ponten, man. Dan kan Kamphuis er overheen. Wie zit erin? 121. De volgende dan 2. Zet hem niet weg. Kan Ponten maar dat wel doen. 40. Er gebeurt die van Konterman. De Kampas gaat hem wegzetten vanaf 183. 80. Zet hem weg op 103. Kan Konterman er onderdoor. Slordige tweede. 80. Kun je niet onderdoor. Er is Kampas op 103. Maar naar onder toe. Nee, dan gaat hij niet uitgooien. Die wegzetten. 40. Zet hem weg op 56 en dan komt hem man. Triple zit erin, enkel 18. Gaan we naar tops. 78. En die wist hij. Dan krijgt Kampas weer een buitenkans om te breken. Doel 9. Oh, en dat is schorder hoor. Want Konterman gaat nu 3 pijlen op tops krijgen om weer zijn eigen lek te houden. Check in 1. En daar heb je totaal geen moeite mee. En dan staat het 2-2. Hebben beide mannen al beide keer hun eigen lek gehouden. Dus als ze ook kansen hebben gehad om te breken. 58. Kontman hebben we wel beter zien spelen dan dit. 59. Kampas de hele Lico rond dit niveau op zijn eerste wedstrijd na. Heel veel problemen met de dubbels. Dan de ene week, andere week weer de scores die niet lopen, lekker liepen. Als je dat toch eens een keer samen kan voegen, dan kan hij gewoon op de playoffs gaan halen. 55. Ja, komt er maar niet ook niet echt lekker uit de startblokken komt in deze lek. 60. Kampas die er niet optimaal van profiteert. 25. Dat is een dure pijl voor Konterman. 2 natuurlijk ook een mooie wedstrijd. Heine Ulderik tegen Owen Roelofs. Toch weer de kraken van deze week. 119. Kamphuis, wegzetbeurt. Slordige pijl. Slordige beurt, dit zet hem niet weg. En dan gaat Konterman een bel beter wegzetten, hopen we. 2 trippels nodig. Echt goed weg te zetten. 58. Gooit er geen en gaan we dan ook niet wegzetten. En dan krijg ik gewoon weer de kans om hem weg te zetten.
134. Ja, 134 voor Kampa. Zet hem weg op 45. Konteman, gaat hij dan druk zetten? Nog een triple erbij. 105. Zet hem weg op 80. Is Kamphuis. Dubbel 16. Check voor een break. Hij niet om zijn eigen lek te houden. 3-2. Konteman kan me gewoon niet aan te passen in deze lek. Slechte lek van beide mannen. 140. Goed begin nu van Konteman. Dit is wat we eerder van hem hebben gezien. 45. We hebben weer een slecht begin van Kamphuis. 180. Daar is hij weer de eerste 180er van de wedstrijd. De negende van Konteman in deze league. En Kamphuis die te verkwijt is. 77. Deze legs hebben we vaak gezien van Konteman als hij echt goed is. 58. Dat die vaak nog een 134 gooit hij nu niet. Zet hem weg op 123. Maar Kamphuis staat ver weg. Is de triple zit wel goed in bij Kamphuis. Maar die tweede volgt dan weer niet. 99. Het is dan wel weer slordig. En dat is waar het al een beetje de hele league aan schort bij Kamphuis. Konteman gaat hem nog een keer wegzetten. 55. Kan Kamphuis nu druk zetten? Iemand twee trippels nodig. Grote trippels. 60. Dubbel 2. 66. Gaat niet naar dubbel 1. En Kamphuis nog ver weg, dus heeft er alle tijd voor. Maar je hebt wel wat makkelijkere dubbels om weg te zetten. 50. No score. Dan Kamphuis, 170, hoogste finish van het toernooi. Tot nu toe nog niet gegooid deze league, wel de demoavond. 81. Nou, check in 1. Wel in. Er staat een 3-3. Komt er maar nu toch de iets beter spelende man in de partij, maar hij is slordig op de dubbels. Kan hij dat nu doortrekken? 40. Negenendertig. 60. 99. Ja, goede beurt hier van Konteman. Komen streep slordig gebeurt, dan kan hij dat nu goed maken. 85. 93. Nou, Kamphuis, kan hij er nu overheen? Om zijn eigen lek nog een beetje eer aan te houden. Er is nu wel een triple bij. 100. Hoort er naar 1. Dan kan Konteman hem nu gaan wegzetten. 100. 58. Bullseye. 145. Check in 3. Drieëntachtig. 134.
95. Zesennegentig. Zestig. Check in twee. Vijfenveertig. Vijfenveertig. Zesentwintig. Honderd vierendertig. 34. Ja, en na wat technische problemen in de commentaarcabine zijn we weer terug. Terwijl Koltman een break heb gepakt en de voorsprong nu. 5-3 voor. 60. Dan is het Kampas die het nu alweer moeilijk krijgt. Ook nu weer een hele slechte beurt. Is het toch slordig hoor. 44. Die zelf mag beginnen. En dan moet hij nu wel weer zijn eigen lek houden om terug te komen. En weer terug te breken en 5-5 te maken. 90. Maar Koltman die is nu voorbij de 4. En dat is meestal voor Koltman het teken dat er 2 punten binnen gaan gaan. 41. Gaan halen. Kampers gaat hem nu beter wegzetten. Nog een triple erbij. 180. Nou, zet hem weg hoor. 35, enkele 3-6 nu weer terugkomt. Dan komt hem er nog onder komen. 99. Kan hij niet, Kamphuis. Oeh, dat is dubbel 3. En die had hij ook niet verwacht. Check in 3. Maar gooit hem wel uit. Gooit hem wel uit. En houdt dan zijn eigen lek. Kan hij nu Koltman maar terugbreken? De eerste pijl zit goed op bij Koltman nu. 100. Goeie beurt hier hoor van Koltman. 99. En Kovas kan nu mee. Ik kan hier straks ook overheen. 100. Hier maar 1 triple voor Koltman. Kan Kovas er nu 2 gaan gooien. Op het moment dat het moet. 3 dan. 180. Ja hoor, en die gooit hij. Super moment hier voor Vincent Kamphuis. 100. Ja, goede wegzetbeurt door Ivan Kamphuis. Zet hem weg op 122. 105. Komt er maar nog wel iets terug. 90. Dan zit Kamphuis een weg op 32. Komt er maar, triple nodig. Zit die erin? 56. Zat er niet in. En dan Kamphuis om terug te breken. Dubbel 16. Ja, die pakt hij hoor. En dan breekt hij terug Kamphuis. En dan staat het 5-5. En dan gaan we gooien voor een punt. En dan mag Kamphuis zelf beginnen. Belangrijk moment in de wedstrijd dit. Supergoeie lek van Vincent Kamphuis hier. Nu Kamphuis zelf weer het initiatief. Voor het punt. 42. Slecht begin hier. Beter begin van Koltman. Slordige pijl, eentje ertussen. 81. Honderd. Ja,
gaan goed door die bij de mannen. Ga nu gelijk op, alleen komt man die nou wel trippels gaat gooien. 100. Kompuis blijft nu ook een trippeltje erbij. Maar is dit genoeg? 180. Ja, supergoed moment hier voor Konteman. Voor zijn tweede 180e van de wedstrijd. Super moment hier. Kompuis nu vol onder druk. 60. Gaat hem niet wegzetten op een dubbel. Op een finish. Konteman naar tops. Voor het punt. Oeh, die zit er ver boven. 60. Oh, slordig. Maar hij mag zo meteen terugkomen. Kompuis nog druk gaan zetten. 140. Dat kan niet zeker. Maar is het nog op tijd? Konteman, eerste zit er boven. Tweede zit er ook boven. En de derde. Check in 3. En die zit erin. Het eerste punt is binnen voor Konteman. En dan mag hij nu aan zijn eigen leg gaan beginnen. Om er 2 punten van te maken. Laatste vissen. Goed laatste, jongen. En de mannen wensen elkaar succes. Goede bekenden van elkaar. 83. Redelijk begin die van Konteman. Kan best beter beginnen. 81. Ja, begint hetzelfde. Met beide mannen kunnen niet tevreden zijn met een punt. 89. Hoe komt hem een beetje slordig met zijn bord? Gelukkig niet op de bank de pijl. 40. Oeh, en dat Canvas kon dit nou net niet gebruiken. Komt hem maar. De eerste trippel zit er al in. De tweede zit er ook in. Komt hij dan? 180. Ja, daar komt hij. Derde 180 van de wedstrijd. Op een heel belangrijk moment. Hij heeft nu 11 180's gegooid dit toernooi. Ja, nou is Kamphuis. Ja, druk staat er vol op. Kan hem nu wegzetten. Ze gooit nog wel 140. Maar eerst komt hem maar. 149. Dat is triple 5. Dat is niet de goede triple. Kan hij hem lager wegzetten. 55. Ja, dat kan niet. Zet hem weg op 94. Dan kan hij ze met een 180 druk zetten. Maar dat kan hij niet echt. 85. Zet hem wel weg. Is Konteman. Gaat niet voor dubbel 18 tops. 54. We gaan hem wegzetten op tops. En dan kan hij 155 voor het punt. Nee, dat gaat niet uit. En dan gaat Konteman 3 pijlen krijgen voor het punt. 30. Die zit eronder. Die zit er ook naast. Dubbel 5. Check in 3. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, jongen. Zit erin. Arjen Konteman pakt hier 2 hele belangrijke punten. Maar we gaan eerst naar Vincent Kamphuis toe. Ja, Vincent, je begint goed met die 108 op de boel. Wel bezorgd begin in die leg. Dan gaat het lang gelijk op en dan komt die 5-3 voor. Maar je knok je dan toch terug. Ja, zeker. In het begin ging het wel goed, maar soms dan komt het uit de tenen. De hele beurt gaan staan, dan vliegen ze erin en de beurt erna, dan ben ik het helemaal kwijt. Ja, ik weet niet zo goed wat ik het moet zeggen, maar... Nee, je zei vorige week al, als de scores en de dubbels een beetje samenvallen... Ja. Maar over de dubbels ging vandaag wel redelijk, maar... Vooral dubbel 3, die zat lekker in. Ja, dubbel 3 zat er heerlijk in, inderdaad. Je komt terug tot 5-5. Ja. En dan kun je het gewoon niet afmaken. Nee. Ja, de laatste les wordt 2 keer goede 180. Ja, dat was net te gek. Ja, zonde. Maar goed, ja. Positief, de kansen zijn nog niet verkeken. Want er is theoretisch nog iets mogelijk. Vincent, we zien jou volgende week weer terug en hopelijk valt het dan wel samen. Dan gaan we naar de winnaar van de eerste wedstrijd van deze avond, Arjen Konteman. Goedenavond. En goedenavond. Ja, wat vond je er zelf eigenlijk van? Ik vond op een gegeven moment dat mijn triple 20 niet echt heel erg lekker liep, maar elke keer die 19 wel. Dus ik denk, dan gaan we daar maar eens heel snel naartoe. Dat liep op zich best wel redelijk goed, maar Vincent gooide een paar hele vieze finishes uit, waardoor ik eigenlijk ook niet echt van hem afkwam. Maar scorend ging op zich best wel redelijk. Ja, ging redelijk. Het niveau was wel iets meer in wat volgaande wedstrijden. Maar goed, dat mag niet baten. Je pakt wel 2 punten. Je staat nu op plek 5 en je hebt zeker nu uitzicht op de play-offs. Ja, dat zijn hele belangrijke punten. Zeker. Ja, je hebt nog een beetje aansluiting nu met de top 4, zeg maar. Zit nu volgens mij 2 puntjes verschil in. Dus ja, er is nog hoop.
Klopt, 2 punten verschil. En als we zo kijken, heb jij eigenlijk nog het makkelijke wedstrijdprogramma de komende weken? Makkelijke wedstrijd? Volgens mij heb ik ook nog Kevin Doets, die staat bovenaan. Die staat echt waanzinnig te gooien, dus makkelijk is het zeker niet. En het zijn allemaal goede datters, dus makkelijk wordt het zeker niet. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen. Goed, maar ja, Doets is al zeker, dus wie weet laat hij een steekje liggen. En dan kun jij ermee vandoor gaan. Ik ga ervan uit dat hij dat niet doet. Ik ga ervan uit dat hij zijn sportieve plicht doet. En ik probeer zeker van hem te winnen, dat sowieso. Dus ik ga mijn best doen. Goed, dat gaan we zien. Arjen Kolderman, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Ja, dames en heren, dan zijn we zo meteen weer bij u terug met de volgende wedstrijd. En dat is Heine Ulderiks tegen Owen Roelofs. En we zijn met een minuut of 10, kwartiertje zijn we bij u terug op hetzelfde YouTube-kanaal. Blijf ons volgen. Tot zometeen.